Dit is een van mijn favoriete snacks, pisang goreng. Het is een Maleisisch of Indonesische snack. Maar je begint allereerst met vermengen van zelfrijzend bakmeel met de palmsuiker en de dahé, gemberpoeder. Dat roer je goed door elkaar. Vervolgens maak je een kuiltje in het midden. Daar breek je een ei in. En dat roer je dan rustig van binnen naar buiten. Ondertussen voeg je beetje bij beetje het melk toe. En dat roer je dan tot een glad beslag. Ondertussen verhit je olie in een pan, ongeveer 1 of 2 centimeter. Dan pel je de bakbananen. Die snijd je in de lengterichting doormidden en dan ook in de breedte. Wanneer de olie warm is, dat kun je controleren door een stukje brood in de pan te doen. Die moet dan in één keer bruin worden. Voeg je de bakbananen toe die je eerst door het beslag haalt. Draai je één keer om. Na 1 of 2 minuten zijn ze goudbruin. En dan haal je ze eruit. Dan leg je ze op keukenpapier om het overtollige olie te verwijderen.